gegeven, maar ik onthul het met ontzettend veel plezier en ik vind het hele eer. Dankjewel. Dankjewel. Nou. Schilder aan Seno Nederland. Naarmate ik de eender nader, zie ik het stille twinkelen van water en bladeren in najaarslicht. Inzicht in lichtval verleende diepte hoogte en eenigheid een vergezicht. Dankjewel. Iedereen is pas later. Kina en ik hebben besloten in te stemmen met het aanbrengen van dit mooie gedicht op een gemeentelijk monument ook nog. Maar wij denken dat het zich daar heel goed voor leent. Nou, dat gedicht heb ik geschreven in 2003. Dat weet ik nog doordat hij me toen per brief heeft bedankt of eigenlijk gereageerd heeft. In 2004 heb ik het een keer voorgelezen bij een bijeenkomst, literaire bijeenkomst. Daar was hij aanwezig en toen ik dat begin zei aan Seino Nijland, toen keek hij mij recht aan. Hij was niet trots, maar toen aanvaarde hij de opdracht. En dat vind ik heel typerend voor hem. Ja, hij was een beetje wars van publiciteit. Hij stond wel midden tussen het winkelend publiek op zaterdag te schilderen hier aan het Kolkje. Maar je moest je niet met hem bemoeien. Dus we hadden een goed contact op afstand. Altijd een beetje zwaaiend en vriendelijk, welwillend. Tot ik dat gedicht bij hem in de bus gedaan had. En toen kreeg ik een antwoord van hem waarin hij het gedicht aanvaarde. Hij was er blij mee, hij was er niet erkentelijk voor in die zin dat hij zich vereerd voelde. Want er hield hij niet van eer. Eer is na een dag weer verwaaid. Maar hij vond de herkenning en de erkenning zo fijn. En in die zin hebben we toen contact gehad. En zo wilde hij ook graag verder gaan. Dus altijd op afstand, maar met wederzijdse waardering.